Bij mij in de studio is aangeschoven Lex Palo, schrijver. En deze week zijn vierde boek uitgekomen, Als Doodzucht. En ik wil graag beginnen met een quote. Zijn mooiste boek tot nu toe. Al dus Arno Koek van Boekhandel Blokker, die meer boeken heeft gelezen dan jij en ik boterhammen met kaas hebben gegeten. Ook tijdens je presentatie van het boek gisteravond in Boekhandel de Vries en Frans Stockham waren de reacties louter positief en ging de deur amper dicht. Zoveel mensen waren er. Maar bovenal menig traan werd weggepinkt. Het schijnt, het is misschien wel je meest aangrijpende boek tot nu toe, Lex. Ja, dankjewel. Mooie introductie, maar nou ja, lijkt mij best wel. Je hebt drie prachtige boeken geschreven. Die druk, om dat vol te houden, die moet je voelen. Ja, normaal gesproken wel als je van plan bent om een vierde boek te schrijven. Alleen in dit geval was ik dat niet van plan. Ik was oprecht, ik heb dat gisteren ook verteld bij de Vries, ik was oprecht niet van plan om dit boek te schrijven. Alleen door een aantal gebeurtenissen werd ik er, nou ja, toe gedwongen is een groot woord, maar ik werd continu op mijn schouder getikt van hey, je hebt nog iets te vertellen. En het mooie aan dit boek was, het heeft zichzelf bijna geschreven van alle boeken. En dan wordt deze dus door de kenners, want zo beschouw ik ze allemaal wel, echt wel als mijn beste werk gezien. Schreef dit boek zich het makkelijkst. Het probleem zat hem in de tijd tussen het schrijven door. Die was heel zwaar, omdat ik, nou ja, heel veel dingen uit het boek die zijn heel persoonlijk. En die, die kreeg ik toch weer voor me kiezen. En is dat dan misschien ook de reden? Je zegt, je wilde dit boek niet schrijven. Nee. Misschien omdat je wist dat die momenten tussen het schrijven door heel, ik was er in ieder geval bang voor. Ja, klopt. En die, die angst is dus waarheid geworden. Ja. Hoe uitzicht dat dan? Nou, heel simpel. Heel veel frustratie. Maar ook heel teruggetrokken. Dit was mijn eenzaamste periode als schrijver. Dat ik me echt heel erg veel terugtrok. En voor mijn naasten is dat ook een lastige periode. Want ik was bijna niet te bereiken. Ja, wel voor mijn dochter. Maar alles daaromheen, dat was lastig. Dat lijkt bij een terugkoppeling. Dit was je eenzaamste periode. Maar het boek gaat over toen je in een jeugdinrichting zat. Ja. Dat moet ook je eenzaamste periode zijn geweest. Ja en nee, want je vond een soort van verwantschap met je medebewoners. Niet gelijk, dat was ook een gevecht op zich om elkaar te leren kennen en te vertrouwen. Want ga ervan uit dat al die kinderen die daar zitten, die hebben een vertrouwensissue. In ieder geval bovenop alles wat ze nog meer hebben. Dus je moet elkaar echt leren kennen. Maar op het moment dat gebeurt, dan weet je ook van, oh ja, we zitten hier samen in. We hebben het samen te rooien in deze komende periode. En hoe lang die duurt verschilt per persoon. Want kort, hè, Als de Doodzucht. Ja. Het is de vierde in een boek die, hè, je kan ze onafhankelijk lezen van elkaar, maar ze horen indirect, onbewust, toch bij elkaar. Klopt. Waar gaat deze over? Het verhaal wordt verteld eigenlijk vanuit twee hoofdpersonen, Frank en Quinten. En die vertellen afwisselend het verhaal. Maar daarbij leer je ook de overige zes bewoners kennen. En dat zijn jongens en meisjes met verschillende problemen. En je komt er langzamerhand achter wie, waarom, wat, waar zit. Met welke problematiek, wat zijn of haar achtergrond is. En uiteindelijk komt alles bij elkaar. Maar daarvoor moet je het aandurven om in die levens te duiken. En het is een beetje het gevoel, ik hoorde dat gisteren iemand zeggen, en dat vond ik heel interessant. Die zei, altijd als ik jouw werk lees, heb ik het gevoel alsof ik een dagboek op een nachtkastje vind, wat ik eigenlijk niet mag lezen. Maar zodra ik het opensla, wil ik steeds verder bladeren. En dat vond ik eigenlijk wel mooi, want dat is het wel. Je gaat in iemand zijn psyche. En in dit geval echt in het hart van acht jonge mensen kruip je. En nou staan jouw boeken, die zijn kenmerkend, dat ze deels autobiografisch zijn en deels fictie. Ja. Ik vind het altijd, terwijl ik lees, ben ik altijd heel bewust, oké, welk gedeelte zal autobiografisch zijn en welk gedeelte is fictie? Dit boek is volgens mij een heel groot gedeelte autobiografisch. Ja. Is het juist misschien daardoor ook
De pijnlijkste om te schrijven, de meest moeilijke om te schrijven. Winterwater was ook heel erg autobiografisch. Eigenlijk de minst autobiografische was Flo, de vorige. Ja. Die was echt puur op basis van één zin. Dat was een feit, dat wist ik. Daar kon ik niet omheen. En de rest was fictie. De andere boeken zijn ook wel degelijk heel erg op feiten gebaseerd. Alleen ik gebruik een fictief element om bruggetjes te maken of om het verhaal vaart te geven, daar waar nodig. Ja. Want als je lukraak alleen maar feiten oplepert, dan wordt het journaal van 7 uur. Ja. En dat is, vindt niet iedereen leuk. Maar om te schrijven over... Want wanneer heb jij in het jeugdinternaat gezeten? 30 jaar geleden. 30 jaar geleden. Ja. En hoe lang? Ongeveer een half jaar? Ongeveer een half jaar, ja. Dat is 30 jaar geleden? Ja, het klinkt lang, hè? Vooral, het is 30 jaar geleden. Het waren, ik hoop dat iedereen ziet, tussen aanhalingsteken maar 6 maanden. Ja. Maar dat is iets wat je dus 30 jaar lang met je meedraagt. Nou, het is heel grappig. Ik kreeg bij mijn afscheid, of toen ik daar wegging, wegens goed gedrag, om het maar zo te noemen, kreeg ik een knalgeel, spuuglelijk, lak, materiaalachtig fotoboekje. Met foto's van de bewoners, stukjes tekst van de bewoners, de begeleiding enzovoort. Ik heb een intense hekel aan het boekje gehad. Ik heb het nooit weggegooid. Ik heb het altijd bewaard, omdat ik blijkbaar het gevoel had dat ik daar ooit nog iets mee moest. Nou, dat bleek dus ook zo te zijn, 30 jaar na dato. Alleen dit boekje, ik hoef er alleen maar naar te kijken en tak. Dan schoot er wel iets binnen. Kon iets kleins zijn, kon iets grappigs zijn. Want Remco Houtenpen van boekhandel Libris Venstra, die heeft ook gezegd dat hij er vreselijk om heeft gelachen. En dat is ook zo. Ik heb ook verschrikkelijk gelachen. Maar ik heb ook ontzettend veel pijn ervaren, maar ook gezien bij anderen. En dat vergeet je gewoon niet meer. Leer je daarmee omgaan? Vormt dat je tot wie je bent? Nou, dat is grappig. Ik dacht dat. Maar toen ik, tuurlijk leer je ermee omgaan en tuurlijk, je wordt erdoor gevormd. En alleen ik dacht dat ik het meer onder controle had dan dat bleek toen ik het boek begon te schrijven. Want wat ik zei, het schreef zichzelf. Maar ik ben barend in het zweet wakker geworden 's nachts. Ik heb momenten gehad dat ik zo verdrietig was. Ik heb met veel mensen samengewerkt om het een boek gewoon goed te krijgen. Dat waren testlezers, dat waren collega's schrijvers, schrijfster in dit geval. Dat waren mensen die mij goed kenden. En dan schreef ik het op en dan moest ik het voorlezen. En dan brak ik gewoon, omdat ik het dan voor het eerst hardop voorlas en dacht, oh ja, Jezus. Oh, sorry, ik zei bijna Jezus. Dan dacht ik, jeetje meneetje, wat is daar allemaal gebeurd? En dan kwam het heel hard binnen. En als ik dan het boek dicht deed, of dat mijn laptop voor de avond dicht deed, ja, dan moest ik even weer mezelf herpakken. Is het de eerste keer in 30 jaar dat je daar zo intensief mee bezig bent geweest? Ja. Had je in die tussentijd bijvoorbeeld deze die persoon over wie je schrijft, die zijn fictief? Ja. Nou ja. Deels. Mm-hmm. Maar heb je nu, doordat je hier nu weer zo mee bezig was, heb je ze opgezocht bijvoorbeeld? Ik heb ze waar mogelijk opgezocht. Althans online opgezocht. Ja. Om ook en weer een beeld te vormen. Maar ik ben er ook vrij snel mee gestopt. Omdat het beeld wat ik in mijn hoofd had, dat is mijn versie van de waarheid. Dat is hoe ik het ervaren heb. En als ik in het nu ga zoeken en kijken, dan doe ik die karakters uit die periode geen recht aan. We worden allemaal ouder. Ik bedoel, ik ben ook niet dat mannetje van 14, 15. Nee, maar ik bedoel, jij bent goed terechtgekomen. Je bent succesvol, je schrijver. Je hebt een fantastisch schattig kindje. Nou, de hond die... De hond ligt weer onder. De hond ligt hier in de hoek. Ja. Het kan ook zomaar zijn dat die anderen minder goed. Is dat ook een angst dat je dat misschien ook niet wil weten? Ik weet van een aantal hoe het verlopen is. Dus ja, dat klopt. Ja. Dat klopt, maar dat wil niet zeggen dat ze niet alsnog een hartslag verdiende. Nee, dat zeker, maar dat je misschien denkt, als ik te veel zoek, kan me dat een extra klap opgeven, want dat had mij ook kunnen. Nee, ik was vooral bang dat als ik te veel ging zoeken in het nu, dat ik de link met het verleden zou verliezen en het gevoel. Het moet vroeger blijven. Het moet vroeger blijven en ze moeten ook kind blijven. Snap je wat ik bedoel? Ja. Zij passen niet in jou nu.
Nou, niet in het verhaal, nee. Want dat zou zich gaan vermengen. Kijk, stel dat een van de karakters nu een CEO zou zijn van een groot multinational bedrijf. Zeg je dat zo? Ik heb, maar stel dat. Dan is dat natuurlijk een... of het een happy ending is, dat kan je, hè, dat kan je ter discussie stellen. Het boek is klaar. Ja. Wil je niet dan nog de rest weten? Goeie vraag. Van sommigen weet ik het ook. En dat is goed. Dat is het leven wat ze moeten leven en leiden. In sommige gevallen met lange ei, denk ik. Dat internaat, dat is een keuze geweest vanuit je ouders? Ja, dat is ontstaan. Daar kan ik gewoon heel eerlijk over zijn. Ik was niet te houden. Heeft dit je gered? Die 6 maanden? Nee. Wat heb jij dan gered? Zeg ik met een grote glimlach. Ja, het heeft mij, wat mij gered heeft, is het besef dat ik daar niet op mijn plek was en dat ik er alles aan moest doen om daar zo snel mogelijk weg te komen. En dat was, noem het maar, een verklaring van goed gedrag. Dus ik was voorbeeldig. Als je om 7 uur op moest staan, omdat je een kwartier de tijd had om te douchen, tanden poetsen en beneden te zijn voor corvée-dienst, dan stond ik om 7:10 beneden. Mij hoefden ze niet te wekken, 's ochtends. Ik was keurig tot op zekere hoogte. Omdat en ik hield mijn kaken op elkaar. Ik sprak niet over wat mij overkomen is. Ik deelde niet. Ik stopte met huilen. Ik liet niks meer zien. Vorm van overleven. Ja, want daardoor konden ze niks met mij en moesten ze me wel laten gaan op een gegeven moment. Wanneer ben je wel begonnen met praten? Dit is ook een vorm van praten, een boek, al die boeken. Nou ja, als je het zo stelt, dan ben ik echt begonnen met praten 10 jaar geleden. Excuus, ik viel bijna van mijn stoel. 10 jaar geleden, toen ik begon met het schrijven van Winterwater. Is dit jouw manier misschien van verwerken? Ja, want in tegenstelling tot hoe makkelijk jij en ik praten, als iemand anders mij dit vraagt, dan zeg ik 9 van de 10 keer en ik heb het al opgeschreven. Daarom vind ik het schrijven tussen aanhalingstekens makkelijk. Het voorlezen vind ik verschrikkelijk lastig. Dat vind ik echt heel ingewikkeld. Maar want dan ben ik alsnog aan het vertellen. Ja, en dan komt het te dichtbij. Ja. Ja. Ben je nooit bang geweest? Want dit boek wordt enorm goed ontvangen. Ja. Gisteren zei bij de Vries van Stockholm. Nou, wij gaan begin april naar Arno Koek bij Blokker. Ja, heel veel zin in. Ja, nee, ik ook. Maar je moet dit verhaal, en er zullen nog veel meer uitnodigingen volgen. Ja. Dit verhaal zul je wel moeten gaan vertellen. Ja, maar dat komt misschien ook omdat het, sorry dat ik je onderbreek, omdat het verteld moet worden. Kijk, als je nu kijkt naar het nieuws met betrekking tot de jeugdzorg en jeugdinstellingen, dan hoor je verschrikkelijke dingen over medewerkers die neergestoken zijn. Een van de meest recente. Het is verschrikkelijk dat die mevrouw dat overkomen is. Maar het eerste wat ik mij afvraag, en ik ga nu een hele rare parallel trekken, maar ik werk met honden, dat heb ik je ook wel verteld. De meeste mensen weten dat ook. Als een hond iemand bijt, een mens, dan wordt er altijd naar de hond gewezen en naar het ras. Een gevaarlijk ras en de hond is vals en moet afgemaakt worden. En ik ben altijd ontzettend benieuwd wat de trigger is geweest. Wat is de geschiedenis van die hond geweest? En als je dat niet weet, kan je niet oordelen. Daarmee praat ik het niet goed. Laat ik dat even vooropstellen. Alleen een kind, want het zijn vaak nog kinderen, in ieder geval in hun hoofd, die iemand neersteekt of neerslaat of wat dan ook, wat heeft die een gruwelijke geschiedenis achter de rug? En daar wordt, binnen de mogelijkheden zullen er heel veel mensen zijn die er alles aan doen. Maar als een kind 18 wordt, dan is het klaar. Dan worden ze aan hun lot overgelaten, dan staan ze op straat. Zoek het maar uit, je valt niet meer onder het kopje jeugdzorg. Maar kan je dit wel vertellen? En ik heb dat gezien. Ik was jonger, maar ik heb mensen van 18 gezien die 18 werden. En de dag van hun 18e verjaardag, ze waren zo bang. Want toen was het klaar. Ja, dat is grappig dat je zegt, want er wordt nu in de politiek gesproken. Er zijn een paar partijen die zeggen, we moeten dit verlenen. Ja, maar is dat even, potverdomme, een tijd laat om daar nu over te beginnen? Want dit speelt al 30, 40, 50 jaar. Ik ga weer boos worden, dat ik doe vind je goed. Ik vind het ja, het raakt mij enorm, maar ik vind het van een stupiditeit waar ik niet bij kan. Dit is niet iets van vorige week, dit is niet iets van 2 weken. Dit speelt, godverdomme, al 40 jaar, 50 jaar. Al zolang de jeugdzorg bestaat, zijn er problemen.
Dus het feit dat er eerder wordt gekort op de jeugdzorg dan geld wordt... Het is belachelijk. Maar vooral, kijk, die kinderen... Je wordt ineens je komt in een omgeving en die is heel erg... Je kan het als beklemmend, gevangenisachtig ervaren... of als beschermend. Afhankelijk van wat je situatie is waardoor je daar terecht bent gekomen. Maar als je dan ineens los wordt gelaten... Ja, dan hebben ze iets van begeleid kamerwonen en dat soort dingen. Maar dat is zo eng. Nou, en wat je nu hebt. Nu heb je het over de extremere situatie. Maar we onderschatten hoeveel jongeren nu... en zeker na de coronaperiode... Kampen met donkere gedachten. Ja, maar dat is... En eigenlijk moet je nu daar al op inspringen... zodat we niet in de laatste fase terechtkomen. Winterwater werd... Als onderdeel van een leerproject werd het aan de kinderen van het Kennemer Lyceum uitgereikt. Ja. 150 stuks. Die kinderen kregen daar gekoppeld afhankelijk van hun leeftijd een opdracht. Ze moesten een trailer maken, een filmtrailer over het boek... of ze moesten een krantenartikel maken. Als je ziet wat ik onder ogen kreeg, hoe dwingend dat was om naar te kijken... maar ook hoe empathisch het was met betrekking tot het karaktertje in het boek... dan speelt er heel wat in die kopjes. En dat zijn hele, hele jonge kinderen nog, in sommige gevallen. Waarvan je denkt, oh, dat je zo denkt. Dat door je hoofd spookt. Dat je begrijpt, en dat is het ergste... dat je kan invoelen dat dat leeftijdsgenootje uit het boek... de dingen doet die hij doet. Dat is heel verdrietig. En jij hebt zelf kinderen van die leeftijd... Ja. 30 jaar na dato en je bent zo geraakt. Ja, omdat het... Een heel stom voorbeeld, hè. Een mevrouw, ik kreeg het gisteren onder ogen... een mevrouw zag de voorkant van het boek... op een Facebookpagina en een Instagrampagina... van boekhandel Het Spij in Vlissingen. Geweldige boekhandel. Maar ze zag alleen de voorkant. En ze vond de voorkant stigmatiserend. En dus dat jij in een dwangbuis zit. Ja, dat ik sta op de voorkant. Voor de mensen die dat niet weten. Ik sta met mijn rug naar je toe in een dwangbuis. Je kan het googelen en dan heb je een beter beeld wellicht. Ze vond het stigmatiserend. En ze had geen letter gelezen. En dan denk ik, oh, dat is interessant. Je hebt werkelijk waar geen idee waar je het over hebt. Mijn opa zei altijd, waar mijn ogen niet bij zijn geweest... zal mijn mond niet over spreken. Vond ik een hele mooie. Maar dat was toen. Anno nu praten we juist zonder dat we een goed idee... Is dat misschien ook wat jij wil bereiken met deze vier boeken... en juist die laatste, dat we erover gaan praten? Maar dat is nooit de intentie geweest om te schrijven. Maar ik denk, nu ik hier zo op zit te winden... Ik wilde net zeggen. Denk ik dat er wel een doel achter zitten. Onbewust. Ja. Nou ja, nu iets meer bewust. Want de uitzending is behoorlijk live. Dus. nee, inderdaad. Het valt mij op dat je hebt je verhaal verteld. Je wil je verhaal vertellen. Ja. En dat je eigenlijk mensen willen bereiken die zich... Die misschien hier nu middenin zitten. En laat ik even voor de goede orde. Ik heb niet de antwoorden. Ik ben alleen maar voor een deel ervaringsdeskundige... in een leven wat 30 jaar geleden is. Alleen, ik vind het altijd te makkelijk dat het nieuws weergeeft... van ja, er is een medewerker neergestoken. Dan denk ik, oké, graaf eens even 2 centimeter dieper. Wat is er gebeurd? En het feit dat daar steeds minder geld of minder aandacht voor is. Ja, dat is absurd. Dat is absurd. Ik bedoel, ja, daar gaan we weer. Maar je kan wel, wat is het? 100 miljoen, 200 miljoen naar de Oekraïne sturen voor tanks. Maar we kunnen hier niet geld vrijmaken voor de toekomst die hier woont. En dat zijn kinderen die hulp nodig hebben. Die ook recht hebben op die hulp. Die ook recht hebben op de toekomst. Mijn schoolgenoot uit... Die periode, zat een klas hoger, die zou was gisteren bij mij bij de presentatie. Zij is ontwerpster en heeft het omslag ontworpen buiten de foto dan. Haar zoon zou meekomen. Die jongen heeft het heel moeilijk. De ironie wil, of het universum, kies het maar uit... maar die jongen heeft zich gisteren vrijwillig op laten nemen... op de dag dat hij eigenlijk bij mij zou zijn... in een psychiatrische jeugdkliniek. Geloof maar er zit een heel leven voor die jongen. Die jongen is muzikaal, die is super talentvol. Alleen hij ziet het niet, hij voelt het niet, hij is bang, hij is boos. En hij heeft hele donkere gedachten waarin hij denkt... nou, er moet leven te over zijn na dit leven. Het feit dat jij hier zo over praat, zulke boeken maakt... denk je dat we daardoor wat meer
er allemaal wat opener over kunnen zijn? Is dat misschien een hoop die je hebt? Je hoeft het niet meer voor jezelf te houden. Dat is voor mij heel prettig. Ik zou het te groots en te veel eer vinden als ik iets daarin zou kunnen bewerkstelligen. Maar, zeg ik er gelijktijdig bij, ik krijg wel heel vaak te horen van mensen, jij maakt dingen bespreekbaar die voor heel veel mensen niet bespreekbaar zijn. Want als jij het niet doet, wie wel? Nou, dan hoop ik dat er toch nog een heleboel zijn die dat wel bespreekbaar maken. Oh. Alleen het verschil is misschien dat ik een man ben met een hond en in jouw ogen succesvol. En dat dan daardoor anders is. Maar er zaten daar 130 mensen. Ja. En dat was één avond. Ja. Lex Palo, mijn favoriete Haarlemse schrijver, Als de dood zucht. Dat is nu te koop in alle boekhandels. Begin april zitten wij bij Blokker. Ja. En dan zorg ik dat we een uur hebben. En dat iedereen ook vragen kan stellen. Ja. Want ik denk nogmaals, ik had hier nog een half uur kunnen zitten. Maar met mij al die 130 mensen. Dank je wel. Dank je wel. We zien elkaar snel.